Ja, wat we toen tegenkwamen waren vooral die gedachten die je hebt. En die blijven maar komen. Ja. En wat je eigenlijk moet doen, is op het moment dat je bewust ervan bent dat het gedachten zijn, grijp ze bij de kladden. Dan heb ik het over de negatieve gedachten waar jij al jaren tegenaan loopt. Mm-hmm. Pak ze bij hun kladden, stop ze in een doosje, doe doosje dicht, denkbeeldig. Daar laat ik alle negatieve gedachten. Nou ja, dat probeer je natuurlijk ook wel, maar dat is niet zo makkelijk. Nee, maar dat is oefenen, Allard. Geloof niet dat je dat volgende week de kunst verstaat om zo te leven. Nee, want ik kwam, moet je ook vertrouwen in hebben. Ik kwam hem van de week ook weer tegen en ik schrok natuurlijk best wel heel erg. Ja. En, maar goed, ik hield me sterk en we hadden gewoon even toch best wel een leuk gesprekje op straat. Ja. Maar ik zag toch wel vanuit mijn ooghoek van ja, hij draagt nu wel een trouwring. Oh, leuk, hij is getrouwd. Met zijn grote liefde dus. Ja. Man, vrouw? Nou ja, met een man. Oh! Ja. Ja. Ja, want niet met een vrouw, nee. Want kijk, wij waren een stel, maar uiteindelijk koos hij natuurlijk voor hem, wat ik al zei. Ja. En hadden ze mensen echt gewoon een traditionele bruiloft, alles erop en eraan? Nou, dat heb ik niet gevraagd, omdat ik best wel schrok van het feit dat ik die trouwring zag. En ik dacht van, oh, sterk blijven, weet je wel. Hoe kom ik hier, zonder dat ik mezelf kwets, uit deze situatie weg? Ja, ja. Maar het mooie vind ik van deze tijd, dan denk ik ben 15 jaar getrouwd met mijn partner. We hebben heel lang het samenlevingscontract gehad. Ik heb een vriendin, hè? Oké. Ja, en toen kon dat niet. En dat is toch wel iets. Ik had dolgraag echt gewoon schijnwerpers en in witte jurk. De tijden zijn gelukkig veranderd. Hè? Je kan, want dat is het mooie van deze tijd. Mensen kunnen ervoor kiezen om in stilte te trouwen, maar dan is het een bewuste keuze. In mijn tijd, 15 jaar geleden, dat is nog niet zo, werd je eigenlijk gedwongen om het in stilte te doen. En ik heb daar nu nog wel eens discussies over, wat je heel veel ziet in Amerika, dat is, hoe zeggen ze dat daar ook weer, de revivals, hè? Van dat je opnieuw, je kan ieder jaar in Amerika natuurlijk treden. Ja, nou ja, ik had natuurlijk vooral dat ik dan zag, dat ik weet van, oh, hij is nu echt met hem. Ja. Het is nu echt gewoon niet meer van, wij zullen samen zijn, weet je. Die ring was wel heel erg tekenend. Oh, ze hebben ringen. Ja, dat wat ik al net zei, van, ik zag natuurlijk dat zie je dat het een trouwring is. Ja, een trouw. Dus dat deed wel of zo. Of een, nou, ik heb niet heel goed gekeken, maar het deed gewoon zeer. Ja, ja, dat weet ik al. Ik had ook heel graag een ring, maar dat was toen not done. En mijn vriendin, die vond dat ook niet nodig. Die zei van, het gaat om de pure liefde. Tegenwoordig is het toch weer wat traditioneler. Ik had zelf dolgraag een ring willen hebben. En met een inscriptie erin. Dat je er iets in, hè? Je weet ik veel. Ja. De jouwe voor altijd. Of elkaars naam. Wat zou jij doen als je trouwt?